Het masker van Khalid Kassem is keihard afgevallen, de man die jarenlang televisie heeft gemaakt in de vooravond van Slans grootste tv-zender NPO1, blijkt zeer dubieus gehandeld te hebben in zijn tijd als advocaat. En hij heeft volgens het AD gelogen over zijn contact met de levensgevaarlijke topcrimineel Ridouan Antagi. Wat is dit voor iemand? Na het geruchtmakende tweede artikel van de krant over Khalid en zijn dubieuze contacten, zaten er s'avonds allerlei toga-types in talkshows om zijn straatje schoon te vegen. Een daarvan is Gerard Spong, een van de beroemdste advocaten van ons land. Wel ja, het is een storm in een glas water, meer niet, zei hij over dat artikel. Spong zat het onderzoekswerk van het AD echt enorm te bagatelliseren. Er staat niks in waarvan je kan zeggen dat Kalid strafrechtelijk of tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Kijk, dat hij niet precies heeft willen onthullen met wie hij zoal contact heeft gehad. Ja, dat kan gebeuren, maar dat is niet laakbaar, dat is niet verwijtbaar. Lars Duursma, een van de bekendste communicatiedeskundigen van ons land, heeft van betrouwbare bronnen gehoord dat Spong momenteel de advocaat is van Kalid. Maar dat zei hij er dus niet bij op tv en ik zou dat echt heel bijzonder vinden en ook wel ongelooflijk kwalijk, zegt hij in de podcast de Communicadoos. De kijker moet het in zo'n geval natuurlijk weten als Spong met een dubbele pet aan tafel zit. Waar Lars het in zijn podcast nog heeft over twee bronnen, vult hij op X aan dat dat er inmiddels meer zijn. Wat de strafpleiter zelf zegt: ik kan geen mededeling doen over wie wel of niet mijn cliënt in deze is. Als Spong wordt gevraagd of hij vindt dat het voor de kijker van een talkshow duidelijk moet zijn, als een advocaat spreekt over een cliënt die die op dat moment bijstaat, antwoordt hij, de hoedanigheid van de spreker staat los van de inhoud van hetgeen hij zegt. Lars co-host Victor Vlam, HM, dat laatste geeft het toch wel een beetje weg, want eigenlijk zegt hij van, ik zeg niet dat het zo is, maar als het zo is, is het geen probleem. Alsof hij het ook niet kon laten om zichzelf alsnog te verdedigen, al dus Lars. De redactie van Humberto laat weten dat hier bij hen niets over bekend is, maar Lars heeft inmiddels dus meerdere bronnen en vindt dat de talkshow-host hier vanavond zijn uitzending mee moet openen. Hij heeft iets te rectificeren bij het begin van de uitzending. De journalistieke geloofwaardigheid staat op het spel, schrijft hij op X. Victor, ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat ze dit zouden moeten rectificeren, als dit inderdaad het geval is. Dit is iets wat gewoon echt niet netjes is en ook echt heel erg negatief afstraalt op de geloofwaardigheid van Humberto. Dus ik hoop dat ze hiermee aan de slag gaan.